Het filmpje van gisteren stond geheel en al in het teken van de heftige emoties die mij ten deel vielen ten gevolge van het strijken van een stapeltje dameskleding, wat dan weer deel uitmaakte van het takenpakket dat ik heb als mantelzorgondersteuning ten behoeve van mevrouw B. Om te beginnen had ik het erg onderschat, dat strijken, want ik had een kwartier voor vrijgemaakt voor zo'n klein stapeltje. Nou, dat lukte dus niet helemaal en ik ging kapot emotioneel, nou, dat heb je gisteren ook wel gemerkt. Maar het was nog niet helemaal klaar, maar ik moest, want ik was dus stuk en ik moest die emoties het internet opdonderen om er jullie mee lastig te vallen, zodat ik er vanaf was en dat ik weer verder kon met mijn leven, zeg maar. En ik dacht, ach, die drie blouses, die doe ik morgen wel. Big mistake, blouses zijn het allerergste. Er zitten allemaal krinkeltjes en plooitjes en ringetjes en foutjes en strikjes en pofmoutjes. En dat je op een gegeven moment ook denkt, dat foutje, heb ik dat er nou zelf net ingestreken of is het een fashion show? Je weet het gewoon. Het was echt, het was verschrikkelijk. Ik ben niet geheel en al onbekend met complexe damesblouses. Maar dan was toch altijd de achterliggende gedachte eigenlijk meer op romantische wijze een uitgang uit het doolhof te vinden op weg naar het beloofde land daarachter. Dus in die zin, ik weet niet of de mensen van het ministerie van Justitie mee te kijken, maar overweeg is om dit als taakstraf te stellen voor zedendelinquenten. Damesblouses strijken. Om te beginnen vindt iedere kerel dat verschrikkelijk en bovendien, het is ook absoluut terminaal voor je libido. Ja, denk er eens over na.